In deze video bespreek ik de vragen uit de quiz over gravitatie die vooral wat slechter gemaakt zijn door jullie. En de eerste vraag is vraag 2. En vraag 2 gaat over een muntje dat op een platenspeler ligt. Muntje, dat is punt P in het plaatje. Het muntje draait rond en de vraag is nu, in welke richting staat de wrijvingskracht die het muntje voelt van de ondergrond? En natuurlijk hebben we hier te maken met de term middelpunt zoekende kracht. Het muntje maakt een eenparige cirkelbeweging en om dat te kunnen doen, moet er dus een netto kracht zijn die werkt op dat muntje die naar het midden gericht is altijd. De zwaartekracht en de normaalkracht die staan natuurlijk precies loodrecht op de platenspeler, dus die kunnen nooit naar het midden gericht zijn. Dat wil zeggen dat er dus nog een extra kracht moet zijn en dat is dus de wrijvingskracht die naar het midden gericht moet zijn. Niet naar buiten, maar naar het midden gericht. Je hebt het idee dat er een kracht naar buiten werkt op je als je op een ronddraaiend voorwerp zit, maar dat is een schijnkracht en het is de kracht naar binnen die ervoor zorgt dat jij een cirkelbeweging kunt maken. Vraag 3 gaat ook over de middelpuntzoekende kracht, maar dan in iets andere context. Het gaat hier over twee ijsdansers die een pirouette maken of ja, samen een rondje maken en ze houden elkaar bij de hand vast. Als ik dit nu schematisch zou weergeven van bovenaf gezien, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dus de heer is hier punt P en de vrouw is punt Q. Ze maken allebei een cirkelbeweging. En de vraag is nu, hoe groot is de kracht die ze op elkaar uitoefenen? Hoe groot is die kracht in verhouding tot elkaar? Dus we mogen aannemen dat de vrouw iets lichter is dan de man. We zien ook dat de vrouw een groter cirkeltje maakt dan de man. We weten ook dat ze allebei in dezelfde tijd één rondje maken. Maar eigenlijk is het de vraag heel makkelijk, want we willen weten hoe groot is de kracht van de man op de vrouw. Nou, die moet natuurlijk naar het midden gericht zijn. Dat is de gele pijl. En hoe groot is de kracht van de vrouw op de man? Ja, we hebben hier te maken met de derde wet van Newton. En de derde wet van Newton zegt dat de kracht van voorwerp 1 op voorwerp 2 altijd even groot is als de kracht van voorwerp 2 op voorwerp 1. Dus beide krachten moeten hier wel aan elkaar gelijk zijn. Vraag 6 gaat over een komeet die een rondje maakt om de zon, zoals je hier in de situatieschets ziet. En de vraag is eigenlijk, wat gebeurt er nu met zowel de gravitatie-energie als de kinetische energie wanneer de komeet van punt 1 naar punt 2 beweegt? Hij beweegt dus in een soort ellipsvorm om de zon heen. Wat gebeurt er met die twee energieën? Nou, ik heb even de formule van de gravitatie-energie erbij gepakt. En we zien dat die afhangt van een aantal constanten die verder niet veranderen, zoals g en de massa van de komeet en de massa van de zon. Maar er staat ook r in. R is de afstand tot de zon. Als r kleiner wordt, dan wordt die breuk groter, waardoor, dan moet ik even opletten, er staat een minnetje voor, waardoor de gravitatie-energie kleiner wordt. Dus hoe dichter bij de zon, hoe kleiner de gravitatie-energie zal zijn van de komeet. En op het moment dat je dat weet, kun je ook iets zeggen over de kinetische energie. Want er zijn eigenlijk maar twee energieën die hier een rol spelen. De gravitatie-energie en de kinetische energie. En als dus de gravitatie-energie afneemt, als de komeet dichter bij de zon komt, dan moet de kinetische energie wel toenemen. En dat is ook zo. Op het punt het dichtst bij de zon zal zo'n komeet ook altijd de hoogste snelheid hebben. En op het punt het verst weg van de zon de laagste snelheid en de hoogste gravitatie-energie. Vraag 8 tot slot gaat ook over een ellipsbaan en iets wat in de ellipsbaan beweegt. In deze situatie is dat een satelliet. En de vraag is best wel complex. Die satelliet bevindt zich op een punt in die ellipsbaan. En we moeten iets zeggen over de versnelling die wordt gevoeld door die satelliet. Om het onszelf dan wat makkelijker te maken, laten we de satelliet even draaien. En het maakt voor het verhaal niet zoveel uit in welke richting dat hij draait, maar ik neem even aan dat de draai is met de klok mee. En de satelliet beweegt dan richting het punt waar die het verst weg van de aarde zit. Dat is aan de rechterkant in het tekeningetje ten opzichte van de aarde. Wat we net bij vraag 6 al hebben gezien,
is dat de snelheid van de satelliet in dat punt op zijn laagst zal zijn, terwijl de snelheid van de satelliet op het punt dicht bij de aarde, waar die dus net vandaan komt, het hoogst is. Dat wil dus zeggen dat de satelliet op dit moment in de richting waarin die beweegt, in de richting van de getrokken lijn, aan het afremmen is. Dus er moet een versnelling staan naar links, naar de negatieve kant toe. De snelheid van de satelliet wordt alleen maar minder. Dan moeten we ook nog gaan kijken, hoe zit het nou met de versnelling in de verticale richting? Ja, die satelliet is natuurlijk nog steeds wel een bocht aan het maken. Hij wordt naar beneden aangetrokken om een bocht naar beneden te maken. Dus er moet ook nog een versnelling naar beneden staan. Dus dit zijn de twee juiste antwoorden. In allebei de richtingen moet hij in de negatieve richting, en voor allebei de assen moet hij in de negatieve richting een versnelling voelen. En dat houdt ook in dat als je die twee bij elkaar optelt, dan krijg je de totaalversnelling. En het zal je niet verbazen dat die totaalversnelling natuurlijk gericht is naar het middelpunt van de aarde. Want het is de gravitatiekracht die zorgt voor die versnelling.